Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou jongens, we zijn er weer hè. Goh, wat is dat lang geleden. Ik ben helemaal in mijn uppie, kijk, ik heb helemaal niemand bij me verder. Ik ben eenzaam. Ik ben helemaal eenzaam. En ik loop hier bij de parkeerplaats van de Efteling. We gaan weer naar de Efteling toe. We weten net, ik ga niet de hele dag. Ik ga maar heel eventjes, een paar uurtjes. Want ik moet even wat dingen filmen. En wat dat is, dat krijgen jullie allemaal vandaag te horen. Het is hier ontzettend druk. Het is mooi weer. Ik zou zeggen, joh, ga lekker naar het strand toe. Dan heb ik het ook wat rustiger. Maar de Efteling is alweer helemaal pauperdruk. Nou jongens, daar hebben we hem weer hoor. Een week geleden was ik hier ook natuurlijk met Tessa, Vincent, Ramon. En nu zijn we er dus weer. Hier. Efteling. Efteling. Nou, het is mooi weer. We gaan eens even kijken wat het wordt. Ik kan in ieder geval bij Symbolica in ieder geval de signalleiders in vandaag. Want ik heb toch verder niemand met wie ik ga. Dus als ik naar Symbolica ga, pak de signalleiders. Maar het is alweer ontzettend druk. En we gaan wel even kijken. Gaan we even kijken wat het wordt. Ik ga even mijn abonnement pakken. En dan ga ik naar binnen toe. Nou jongens, kijk. Sommige mensen die tickets moeten kopen. Gastenservice. Nou, jullie weten net, ik heb een abonnement, dus ik kan zo doorlopen. Ik moet alleen even mijn abonnement even pakken. En dan gaan we naar binnen toe. Oh, zo, dus dat is ook helemaal druk. Nou ja, we gaan wel even kijken wat het wordt. Ja, wat anders moet ik doen? Zo, nou, ik ben binnen. Het is fucking druk. We drukken dan vorige week. De schoolvakanties gaan natuurlijk beginnen. Die gaan nou echt... Ik merk nou echt dat de zomervakantie is begonnen, want het begint echt steeds drukker te worden, ook door de week. Momenteel vrijdag, maar het is echt ontzettend druk. En wat zullen we als eerste gaan doen? Fata Morgana, Legtaro. Fata Morgana. Maar ik denk dat ik als eerste even naar Symbolica ga. Heb ik dat in ieder geval alvast gepakt. Er stonden wat attracties in. Ondanks dat ik hier eigenlijk alleen maar ben om te filmen. Dus we gaan wel even kijken. Ik denk dat ik gewoon eerst als eerste even Symbolica toch even pak. In ieder geval in een attractie geweest. En hier is Sprookjesbos. En dan kan ik gewoon single rides pakken. Dat is toch een stuk sneller. Nou, dat is wel makkelijk. Ik sla hem gewoon even overal voorbij. Het is echt al druk. Het is ontzettend druk. Ja, het is ook lekker weer. Dus mensen denken van, goh, laten we eens even lekker naar buiten gaan. Nou. Zijn we weer. Ik ga misschien daar ook nog even live. Ik moet even kijken wat het doet. En dan gaan we zo wel zien. Hier het octopus. Pasta. Panini en pasta. Ook een restaurant met toiletten en zo. Maar we gaan alvast richting Symbolica. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Nou, daar zijn we weer jongens. Symbolica. Always coming from the corner. Le Chateau, c'est très joli. En ik ga even mijn peuken broken en dan ga ik denk ik even de single riders even pakken. Toch alleen. Dus kan ik mooi de single riders pakken. Nou, het beeld was er net mooi. Net kwam de pagode ook. Dat is toevallig net omhoog. Even kijken.
Single Riders is open. Single Riders is open, dus gaan we lekker de Single Riders pakken. Hup, mijn peuk weg. Single Riders ingang. Nou, gaan we maar, hè. Hoppa. Pakken lekker de Single Riders. Ik heb alle routes al 600 keer gedaan, dus ik hoef ook niet een route te kiezen of zo. En het scheelt gewoon een hele hoop. Het scheelt gewoon een hele hoop tijd. We pakken gewoon lekker de Single Riders. Hoppa. Nou, kijk, het begint al aardig druk te worden. Daar staat het ook al helemaal vol. Hup. Het is de eerste keer dat ik een Single Riders pak. Ik heb nog nooit Single Riders gedaan. Dus ik ben benieuwd. Nou, we kunnen gelijk dadelijk doorlopen dadelijk, jongens. Makkelijk hoor. Echt makkelijk. Het scheelt ook tijd. Als je alleen bent, is dat makkelijk te doen. Nou, daar gaan we. Single Riders. Il est interdit de marcher sur le gazon ou dans les jardins royaux. Statuut 320, lid 50b. Als de koning spreekt, dient u te luisteren en mocht uw geld horen, zien en zwijgen. Een kwaliteit die ik overigens ook tot in de finesse beheers kan zetten. When the king speaks, you must listen. Hear, see, and keep silent. Hören, sehen, und schweigen. Entendre, voir, et se taire. Recht, recht. Vervolgens maakt u een exacte hoek van 90,7 graden. Uw heuporgaan recht naar beneden wijzend. Ten slotte dient u precies 77 seconden zo te blijven staan. Begrepen? Mooi. Dan verzoek ik u nu vriendelijk toch dringend om dit gezamenlijk te repeteren. En gaat uw gang. Attentie! Let u op! U gaat zo dadelijk op exclusieve audiëntie. Een officieel bezoek aan onze koninklijke hoogheid. Koning Pardulfus. King Pardulfus. König Pardulfus. Le roi Pardulfus. Regel 1. Houdt u aan de etiketten onze hofregels. Houden Sie zich aan die etiketten onze hofregels. Respecteer etiketten in regel. In notre tour. Klaar? Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog... Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke toverdraak! Wat een saaie boel zeg! Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee! Nee! Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On to one through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Traag treden, open u! Wow.
happening? What's happening with the stars? No, 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 stop! Kom, snel! Geen tijd voor ons! Altijd heel voorzichtig! Voorzichtig! Luister niet! Snel, tijd vliegen! Want al daar staan voor jullie fantasievaars klaar! Not downstairs! Not the fantasy float! André, André! Don't listen to him! Listen to me! Blijf op het rechte pad! Ja, ja, geef me nog aan! André! Het moet ook overplicht volgens statuut 478 in de zure B dat het gewenst is dat u dit nu niet doet. Stop! Niet doen! Denk aan de audiëntie! Waar is iedereen? Luistert er nog iemand?
voorspel tot weer ziens. Dat is een waardige audiëntie. Zo, nou, ik ben inmiddels een stuk verder gelopen. En hier heb je Mr. Vogelrocky, de Vogelrok, daar heb je hem mooi. En, is de Monsieur Cannibal weer open? Ja, de Monsieur Cannibal is weer open. Was natuurlijk een tijd gesloten geweest, eventjes onderhoud. En hier heb je Jokies Wereld. Maar voor mij is die winkel nog gesloten. We gaan eens even kijken hoe laat die winkel open gaat. Nee, hij is niet open. Nee, hij is niet gesloten. Hij is nog open volgens mij, toch? Ja, hij is open. Hij is wel open. Jokies Wereld. En hier de Carnaval Festival. En de Vogelrok. Ik ga even de winkel in en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk. Ze houden niet hier van filmen. Ik had vorige week natuurlijk ruzie gehad tijdens mijn livestream. En ja, ze wonen niet op de film, dus ik ga hem even uitzetten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, ik ben even de winkel in geweest, dat was hartstikke aardig. Dat was een jongen uit Tilburg voor Willem II, maar was echt super aardig, dus ik had nou een keer geluk. Nou, dan gaan we, ja, ik sta er al voor, hè? Jullie zien het al, hè. We gaan weer naar de Carnaval Festival. Ik hoop niet dat ik nou weer... Ik ben benieuwd wat voor claim ik nou allemaal weer aan mijn broek krijg als ik dit gefilmd heb. Jullie weten het. Bij de Carnaval Festival krijg ik een claim. Dus in ieder geval gaan we naar binnen en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Gaan we even kijken. Er staat geen lange wachtrij. Ik kan één keer doorlopen, dus dat is wel lekker. Dus dan gaan we gewoon even kijken. Oh, trapje naar beneden. Tot zo. Thank you.
zeker ongeveer die koffie claim, dus ik ben benieuwd. Leuk. Carnaval Festival. Nou, laten we even kijken hoe druk het verderop is. Allemaal. Hier heb je de vogel of vogelrok. De vogelrok. En nou, we gaan nou eens even verder kijken. Ik moet even mijn telefoon zoeken. Ik ben mijn telefoon kwijt. Het zal ergens in de tas zitten. Maar de Monsieur Carnibaal doet het ook weer, jongens. Kunnen we wel eventjes een stukje filmen even. De Monsieur Carnibaal. Nou, hij doet het in ieder geval weer. Thank you.
Zo, inmiddels zijn we bij Ruigrijk aangekomen en ben ik vlakbij de Bron 1898. Ga ik ook nog even wat filmen. Ik heb onderweg ook al even wat leuke stukjes opgenomen. En ja, we zijn vlakbij de Piranha, dus ik ga het zo bij de Piranha ga ik even vertellen wat het nieuwe onderdeel is. Ik ga eerst nog even wat filmpjes maken van de Bron 1898. En dan ja, ga ik even een stukje filmen. In ieder geval heb ik al begin van beeldmateriaal heb ik al. Dit is wel een mooi engel. Kijk, als ik nou hier een opname maak, dat is wel gaaf. Dus we gaan maar eens even wachten tot er een treintje aan komt en dan ga ik even wat beelden filmen. Nou jongens, we zijn bij de Piranha en ik ga het hier officieel dadelijk vertellen wat er dus het nieuwe is op mijn kanaal en waarom ik dus nu in de Efteling ben om allemaal van die beelden op te nemen van achtbanen, attracties en zo. Dus ik wou het doen hier bij de loopbrug, dus daar gaan we nou even naartoe lopen. Ik weet even niet hoe ik moet lopen, ik denk zo. Zou niet zo moeten lopen? Ja, zo moet lopen. Dus vandaag, eens even kijken. Nee, daar kan je weer niet heen. Je moet de andere kant op. Oh, loop weer helemaal verkeerd. Nou, bij de Piranha zal ik vandaag niet ingaan, denk ik. Het is een beetje enorm druk. Er staat al een aardige wachtrij, staat er al. Dus de Piranha die zal ik helaas vandaag moeten overslaan. Maar ja, daar zijn we ook eigenlijk niet voor gekomen. We zijn eigenlijk alleen maar gekomen om te filmen. En dit is ook wel een mooi beeld hoor, daar is ook dadelijk. Ik heb wel een heel mooi plekje opgezocht waar ik dus ga bekendmaken waar en hoe, wat er allemaal gaat komen op mijn kanaal. Nou, in ieder geval Planet Coaster. Dat weten jullie, Planet Coaster ga ik in ieder geval binnenkort mee starten. En ik ga het, kijk hier weer een ontzettend mooi beeld op de Bron 1898. Wel ontzettend mooi hier ook. Ik denk dat ik daar ook nog wel even een angle shot van ga maken. Nou, en dan heb je hier heb je de, hier heb je de Joris en de Draak, hè? De Joris en de Draak. Wat is dat toch voor een houten achtbaan? Waar hebben jullie het allemaal over? Houten achtbaan? Ik zou het echt niet weten hoor, houten achtbaan. Geen idee. Nou, hier gaat de Bron. Daar gaat hij hoor. Kijk eens, wat een mooi beeld. Hoppa, daar gaat hij. Hopzee. Kijk eens, wat een mooi beeld. En hier de houten achtbaan, waar heb je het nou over? Nou, dat was het in ieder geval. Eventjes zo. Zo. Nou, wat is, komt er dus nieuw op It's Ultrex? Nieuw op It's Ultrex komt de Efteling podcast. De Efteling podcast ga ik binnenkort ga ik die maken. Daarvoor heb ik dus beelden nodig. Efteling podcast is dus een film van een paar minuten en daar bespreken we het laatste Efteling nieuws in. Komt elke maand wil ik dat gaan posten. Elke maand wil ik online gaan of wil ik het online zetten. En dan hebben jullie elke maand hebben jullie een podcast. Er worden de laatste nieuwtjes in besproken. Ik zoek nog mensen. Dus mensen die Efteling gek zijn of heel veel van de Efteling afweten. En ja, interesse hebben om mee te doen, die kunnen meedoen. Het is in ieder geval een podcast. Daar heb ik dus Loren alleen de stemmen. En voor de rest heb ik alleen maar ja, laat ik beelden zien. En die beelden die ik laat zien, die ben ik nu dus aan het opnemen. Oh, dit is wel een heel mooi shot van de Python verderop. Maar dat is dus hetgeen, de Efteling podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Elke maand wil ik een Efteling podcast opnemen. Sowieso zal daarbij zijn ik en Kevin. Ramon weet ik nog niet of dat hij zin erin heeft. En dat hij een beetje echt zo Efteling gek is dat hij
ja, dat hij mee kan discussiëren erover. Want ja, Ramon die... ja, het is een leuke knul, maar ja, het is gewoon een beetje moeilijk voor hem. Dus daar gaan we nog even naar kijken. Ik ga hier in ieder geval nog even een paar mooie beelden shotten, want het is hier echt, je hebt hier een prachtige locatie. En ik ga nog denk ik even een mooie film of een foto maken, want het is wel ontzettend mooi hier, hoor. Nee, ik film de andere kant, hoor. Komt beveiliging langs, die gaat bukken. Maar ik sta bij mijn camera deze kant op, dus... Dus vandaag. Nou, ja, ik hoop dat jullie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, jongens. Laat een bericht achter in de comments. Want ik ben reuze benieuwd wat jullie van het idee vinden. Ik ben er in ieder geval heel veel. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Kevin ook als het goed is, hoop ik. En anders maakt hij maar zin. Kevin, je moet gewoon. En daar gaat hij hoor, daar gaat hij toevallig. Kijk, daar gaat hij toevallig. Hij is net weg. De Joris en de draak. De houten achtbaan, waar hebben jullie het nou allemaal over? Schijn nou eens uit ermee, houten achtbaan, waar hebben jullie het nou allemaal over? Ik weet niet waar jullie het over hebben. Nou, in ieder geval ga ik hier nog even een paar Engels shots opnemen. En weten jullie in ieder geval wat ik dus van plan ben op mijn kanaal. Laat even een berichtje achter wat jullie ervan vinden. Ik ben reuze benieuwd. Ik ga er even wat shots hier maken, want het is hier echt ontzettend mooi. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer, jongens. Tot zo. Nou, het blijft toch een mooi plaatje hier, hè, jongens. Het blijft echt een mooi plaatje. Nou, ik heb... Bron heb ik er nou in ieder geval genoeg op staan. Nu moet ik even kijken voor Joris en de draak en de python. Ik in ieder geval... ik heb al wat mooie beelden vanaf de piranha-kant opgenomen. En... ja, we gaan nou even kijken, jongens. Hier heb je ook een heel mooi beeld. Dat is een beetje de voorkant van de Joris en de draak. Ziet er wel heel mooi uit. Ik was hier nog nooit geweest, aan deze kant. Dus ja, ik ben in zo'n achtbaan. Ik ben in zo'n achtbaan trilziek, hè. Die in al die achtbaans gaat. Dat is toch wel heel mooi. Kijk eens wat een mooi plaatje. Ziet er echt heel mooi uit. En... ja, tussen Joris en de draak, de houten achtbaan. Ja, houten achtbaan. Waar heb je het nou over? Houten achtbaan. Ik weet niet waar je het over hebt hoor, houten achtbaan. Topbestrijders. Joris en de draak. Op deze plek heb ik de Pegasus gestaan. Die is in 2009 gesloopt. En nou hebben ze deze achtbaan weer teruggebouwd. Duo, single, duo houten achtbaan. Daar gaat hij net voorbij. Het is wel ontzettend mooi, hè? Een draak. Ontzettend mooi. Mooi getekend, ja, Efteling, hè jongens, Efteling. Ja jongens, Efteling, hè. Het mooiste gethematiseerde park van Nederland. Je kan naar Walibi gaan, ik ben er geen fan van, maar daar heb je gewoon helemaal niks. Het is toch wel het mooiste park van Nederland, vind ik. Terecht op nummer 1. Ik ben toch wel Efteling, echt Efteling fan in plaats van Walibi fan. Nou hier zitten de mensen te wachten in de karretjes. Klaar voor het avontuur van Joris en de draak. Gaat-ie.
gaat hij. De Joris en de draak. We gingen weer keihard voorbij. Hier hebben we de Vliegende Hollander. Hoppa. Vliegende Hollander. We langzaam naar de laatste achtbaan en dat is natuurlijk de gerenoveerde Python. Python is gerenoveerd natuurlijk, je hebt wel in alle media gehoord en dit is het baantje geworden. Het ziet er echt ontzettend mooi uit. Kijk dat niet die rare tas was ervoor houdt, maar dit is dus de Python. En even kijken, speciaal voor Kevin, Kev Rides. Nou, het is aardig druk bij Joris en de Draak trouwens. Ja, hij krijgt het als een rikketik. Ja hoor, hij heeft het weer als een rikketik. Hij krijgt het weer als een rikketik jongens, hij krijgt het weer als een rikketik. Dat was de Python. En kijk, daar heb je hem mooi. Daar gaat hij voorbij. Ik heb even een mooie foto gemaakt van de Python in de looping. Terwijl ik een foto maak, ik denk dat ik ook nog even een mooie foto ga maken van deze kurkentrekker. Dat is ook misschien wel leuk. Precies op het moment dat de Python de kurkentrekker in gaat. Is misschien wel leuk, even met mijn mobiel. Nog een mooie profielfoto van Facebook, vond ik dat wel. Dus daar heb ik even een foto van gemaakt. En ja, het is echt het is hartstikke druk in het park. We blijven niet al te lang, dus we moeten even kijken. Ik weet niet hoe laat het nou eigenlijk is. Het is inmiddels 12:30 alweer. Dus het gaat alweer hard jongens. De tijd schiet voorbij. Maar we hebben nou wel het grootste gedeelte hebben allemaal al opgenomen. Nou, Python die gaat weer naar beneden. Dus ik ga hem even neerleggen. Dan ga ik even een foto maken van de kurkentrekker, dat vind ik wel leuk. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer jongens. Ik even opschieten, want anders dan, is die al dadelijk weg. Dus ik spreek jullie dadelijk allemaal weer jongens. Tot zo. En daar gaat hij weer hoor jongens. Ja, nou lopen we door, maar de Python die draait weer lekker zijn rondjes. Zoals het hoort. Blij dat ze die gerenoveerd hebben. Het is toch een icoon van de Efteling. Daar gaat hij weer. Ik heb een foto gemaakt met van de keukentrekker. Het is wel hartstikke mooi. Daar gaat hij weer hoor. Zie je, als je toch blijft filmen, dan blijf je ook filmen. Hè? Kijk, daar gaat hij weer hoor. Hoortje. Nou, dat was de Python. Dan gaan we nu naar even kijken bij Joris en de Draak of dat ik daar nog wat mooie filmopnames kan maken. Echt een soort druk. Jeetje zeg. Ik ben blij dat ik niet de hele dag hoef. Ik hou het lekker op een half dag hier en dan ga ik de pleitos. En dit is de Vliegende Hollander. Tadam. Oh, hij gaat net toevallig naar beneden. Nou, en bij de Vliegende Hollander ook weer een aardige wachtrij.
Ook weer een aardige wachtrij. En dan hier nog een keertje de Joris en de Draak. Ik denk dat ik nou alle filmmateriaal wat ik moest hebben, heb ik nou wel aardig wat. Ik heb aardig wat gefilmd. Dus en hier gaat hij dan naar beneden. Dan komt hij daar verderop met een splash naar beneden. Dus nou eens even. Het komt er wel net zo. Tjaai! Net op tijd gefilmd. Nog net op tijd. Hier hebben we de sloep die er al klaar is. Met hier. Ik wil geen natte mensen zien in de Efteling, ja? Ik wil geen kletsnatte mensen. Zo, nou, dat stukje heb ik ook even gefilmd, dat was ook wel leuk. Oh, daar gaat de Joris en de Draak weer. Zo, nou, ik al het filmmateriaal, eigenlijk wat ik nodig heb, al het filmmateriaal heb ik. Dus ik ken zo naar huis. Ik ga het eerst eventjes nog even, oh, er zijn weer mensen die willen op de film. Wil op de film? Nee, ze wil niet op de film. Ja, ze zit eerst te kijken en daarna wil ze, zeg ik van wil je op de film en dan wil ze niet. Nou ja, dan niet hè. Kan allemaal bij het Ziltrex. Nou, hier hebben die bron weer. Ik moet eigenlijk nog even die tunnel nog even filmen. Wat mooi. Daar gaat ie. Dan is het even half uur te blijven stilstaan. Daar zo. Blijf je nog half uur stilstaan en dan ineens hoppa. Hoe kom je daar weer uit? Ja, heb je dat? Oké. Okay. Oh, nou, en we gaan nog even de single riders even pakken. Ik had er net ook al gefilmd, maar ik ben niks vergeten verder. Nee. Ik ben net ook, ik was in het begin ook al geweest, maar ik weet niet of ik het goed opgenomen heb. Dus we gaan nog even voor de zekerheid, gaan we nog even nog een keer extra de single riders in. Nou, hier heb je de single riders. Symbolica. Single riders is 10 minuten. Nou, dat is wel te doen. Dus we gaan even lekker de single riders pakken. Daar gaan we weer, jongens. Pardon. Gaat lekker snel. Ik ga het eventjes zo. Ik draai hem even zo. Net online geweest, of live geweest. En Kevin en Thibaut waren er. Was wel even gezellig. En nou gaan we dus nog even één keer Symbolica in voordat ik weer richting Spijkenisse ga. Het is weer 3 kwartier rijden terug. En het is heet. Echt waar. Ik stond er net daar. Voor de Symbolica op het plein. En het was echt fucking warm was het. Ik was helemaal kapot. Alhoewel het nog wel meevalt. Nou, het valt nog wel mee. Het is helemaal leeg, joh. Kijk. Iedereen heeft volgens mij de waterattracties gedaan. Want het is helemaal leeg hier, oh. Nou, hier heb je Le Château. En wij gaan lekker hier over. Kijk, dat is de gewone rij. Dit is de single riders. Nou, ik ben alleen. Dus als ik alleen ben, neem ik gewoon lekker de single riders. Kulit, wat is het warm, zeg. Nou, dit is de single riders. Ik kan net niet over het plein heen kijken. Dit is de loods, symbolen loods. En ik moet mijn batterij weer veranderen, want de batterij is alweer leeg. Dus ik ga even de batterij even veranderen. Tot zo. Linkerdeur. Nou, dat was de single riders, jongens.
History will grow a tail, if you see what I mean. Artikel B12, Statuut 1952. Niets aanraken. Kijken met de oogjes, niet met de handjes. Do not touch anything. Nur schauen, nichts anfassen. Regardez avec les yeux, pas avec les mains. Regel 10. Bij de les blijven. Pay attention. U dient zich volkomen te concentreren op hetgeen ik u dicteer. Vous devez vous concentrer uniquement sur ce que je vous ordonne. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog... Wat is dit? Alle tovertwinkels. Hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel, zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On to one through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu! What's happening with the stars? No. Stop.
Van een paar genoegen. Voorstellen. Tot hier zien. Het was een merkwaardige audiëntie. Are you flying, Linda? Are you... Dat was Symbolica. Ik ben net even naar de wc geweest. Want ik ga me weer opmaken om richting huis te gaan. Ik heb genoeg filmmateriaal. Ik heb nog een vlog gemaakt op de achtergrond. Heb je hem weer? Le Château, c'est très joli. Ik heb genoeg filmmateriaal. Ik ga het weer richting Spijkenisse, richting huis. En ik laat de Efteling weer een weekje achter me. Volgend weekend ben ik weer in de Efteling. Dan ben ik samen met Kevin en met Ramonski. En als het goed is de opening ook. Of nou, vrijdag is de opening, maar wij gaan zaterdag. Is er in ieder geval weer het 9 Pleinenfestijn. Waar wij dus zaterdag bij zullen zijn. Zie jij een rare schaduw? Oh, nou, toch niet. Nou, het was weer een dagje. Ik heb in ieder geval weer dingen gedaan die ik wou doen. Ik heb gefilmd. Ik ben voor de eerste in de Single Riders geweest en jullie weten het, binnenkort dus de nieuwe item op It's Ultrex, de Efteling podcast. En de Efteling podcast zullen dus alle nieuwtjes besproken worden. Het park wordt besproken en dat zal ik doen met een momenteel nog klein panel met Kevin en met mij. En ja, hebben jullie interesse om mee te doen aan de Efteling podcast? Dan zou ik zeggen, laat vooral even een berichtje achter. En dan komt dat helemaal in orde. Dan gaan we kijken of dat je mee kan doen. Want ik zoek nog wel mensen. Ik zoek eigenlijk nog wel meer mensen om mee te doen aan de podcast. Dus wat dat betreft, ja, zoek ik nog mensen. Zou wel leuk wezen. We gaan in ieder geval het park weer uit. Lopen langs het treintje, langs de octopus, pasta en pizza, of panini en pizza, en dan gaan we weer richting huis. Het was even een kort Efteling bezoekje en even een kort vlog. In ieder geval hoop ik dat jullie weer gekeken hebben of genoten hebben van het kijken. En ja, ik ga jullie allemaal wel weer zien, ik ga jullie allemaal wel weer spreken. Morgen is de verjaardag, viert Ramon de verjaardag. Ik weet niet of ik dan nog ga vloggen. Dat zien we wel. En ja, dit was de Efteling voor nu. We gaan in ieder geval het park uit. Ja jongens, dan zit het er weer op. Hier, Fata Morgana. Fata Morgana. En kinderen die over het treinpad heen gaan, dat is ook handig. Nou, en dan zijn we weer bij de 5 zintuigen. En dan zit mijn dagje Efteling er weer even op. Dat was even een kort bezoekje. Ik blijf niet de hele dag, geen zin in. Ik ben vorige week en die week tevoren ook al geweest. Dus dat was dan echt alleen even om te filmen allemaal en zo. Dus nou, hier heb je het huis weer van de 5 zintuigen en het restaurant.
wat ze aan het renoveren zijn. Kijk, het wordt al steeds meer, wordt het al iets. Vorige keer stond het nog helemaal kaal. Nu zit er alweer een takje op. En een mooi geveltje. Het ziet er allemaal wel weer mooi gelikt uit. In ieder geval, dit was het voor vandaag. Dag Efteling, tot volgende week. En dan gaan we volgende week weer een hoop plezier en lol beleven. Nou, in ieder geval was dit de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Ook al was het een kort bezoekje. Maar ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op IsUltrex. 333 abonnees. En ik hoop nog meer abonnees te krijgen. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een video of livestream is. En als je op het belletje drukt, klik alle notificaties aan. Zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik live ben. Of wanneer er een nieuwe video geüpload is. Tot ziens! Nou, we zijn de Efteling weer uit, jongens. Dit was eventjes een snel bliksembezoekje aan de Efteling. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, de groetjes. En ik spreek jullie allemaal heel snel bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. Groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Puff.